Welkom bij Veradee. Buikspieren trainen, perfectie. De oefeningen aanpassen volgens je kunnen, je lichaam en mogelijkheden. Het is niet wat je ziet of wat anderen doen dat je dit perfect moet nabootsen. Niet voor beginners, nog voor gevorderden. Nee, luister naar je eigen lichaam, wat voor jou goed werkt. In deze video geef ik enkele voorbeelden. Laten we starten met opdrukken, ons eerste voorbeeld. Opdrukken kan je uitvoeren op je tenen en handen. Als dit te zwaar is, moet je dit aanpassen. Opdrukken op je knieën en handen. En verder kan je dit nog verlichten in de handen-knieënstand met een lichte buiging van je ellebogen. Als je na 5 keer opdrukken het moeilijk hebt, rust dan even uit en herneem nadien de oefening opnieuw. Het is niet omdat iemand anders 20 keer kan pompen dat jij dit ook moet kunnen of nadoen. Bouw langzaam op. Vandaag 5 keer opdrukken en blaas dan even uit. Volgende maand 7 keer opdrukken en rust dan 10 à 20 seconden, de tijd die nodig is. Kom in handen-knieënstand met een lichte buiging van je ellebogen. Laten we 5 keren opdrukken. 4, 3, 2, 1 en rust. Rust 10 à 20 seconden. Herneem de oefening in de handen-knieënstand met een lichte buiging van je ellebogen. 5, 4, 3, 2, 1 en rust uit. Zit vlak op je hielen. Laten we verder gaan met planken. Hier ook zijn er verschillende variaties binnen je grenzen. Steun op je handen en tenen, of op je tenen en ellebogen, of op je knieën en ellebogen. Welke variatie je ook uitvoert binnen je grenzen, zorg voor een rechte rug. Kijk omlaag. Span je buikspieren aan en trek je navel in. Voorkom een holle of een bolle rug. Hier laat ik 3 variaties zien. Toch moet je proberen je grenzen te verleggen. Voorbeeld, til 5 seconden je knieën van de vloer op. Blijf doorademen. Laten we van hieruit naar onze volgende oefening gaan in de V-up. Een V-up is een intensieve buikspieroefening. Je kan dit zonder steun uitvoeren of met steun. Plaats je handen achter je en til afwisselend je rechter of je linkerbeen op. Je kunt het traag of op tempo uitvoeren. Wat voor je het best aanvoelt. Blaas uit bij het optillen. Adem in en blaas uit. Til op, blaas uit.
Even rusten en herbegin de oefening. Ons volgende oefening is de dode insect. Til de armen in de lucht en benen in tafeltje. Strek kruiselings je armen en benen van het centrum weg. Deze oefening kun je zwaarder maken met gewichten of lichter maken door je armen en benen 10% te laten zakken. Of tot waar je het fijn en uitdagend vindt. Ons volgende oefening is de heuplift met gestrekte benen en variaties. Oprollen tot de middenrug of heup even van de grond optillen, al was het maar een centimeter. Je kunt ook heuplift met gebogen benen doen. Je kunt jezelf ook uitdagen en enkele tellen vasthouden, tot waar je hem fijn en uitdagend vindt. Til op. Til op. Til op. Onze laatste oefening is de dubbele beenstrekking. Zorg dat je onderrug plat op de vloer blijft. Laat de benen maar 10% of minder zakken. Of benen gebogen, afwisselend met de rechter en linkervoet de vloer aantikken. Zorg dat je het fijn en uitdagend vindt. Perfectie. Luister naar je eigen lichaam en wat voor jou goed voelt. Het is niet omdat iemand anders naast je 20 keer kan pompen dat jij dit ook moet nadoen. Dit geldt voor al de stretch- en spieroefeningen, in groep of alleen. En tik de vloer aan en wissel van been. Laten we even uitrekken, knieën gebogen en laat je knieën zijwaarts zakken, armen in de tegenovergestelde richting, rekken van de buikspieren. Wissel van kant. Pas de oefeningen aan volgens je mogelijkheden, sneller, trager, dieper, minder diep, gebogen benen, afwisselend been per been. Duw jezelf omhoog. Zo, dit was het voor vandaag. Buikspieren trainen. Pas de oefening aan volgens je mogelijkheden. Dag.